Een van de laatste veteranen weer terug in Nijmegen. Drie plannen voor Molenhoekplein in Valburg. En voetballen in een rolstoel bij speciaal e-voetbalteam. Dit is het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 16 september. Het komende weekend staat onze regio weer helemaal in teken van de herdenkingen aan de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor komen ook jaarlijks nog de nodige veteranen naar ons land, hoewel deze groep vanwege hun leeftijd steeds kleiner wordt. Een van hen is de Amerikaan Clifford Stump. Hij is inmiddels 98 jaar, maar hij is ook dit jaar weer naar Nijmegen gekomen. Als 20-jarige vocht hij onder andere mee bij de verovering van de Waalbrug. So it's a short drive. And we go to the Gerberberg. Things have changed so much. You know, 70 or 80 years is a long time. When we came up to Holland, we came up to the Nijmegen Bridge to help save the Nijmegen Bridge. And it was my understanding that we got there just hours before the Germans were going to blow it. So we did save it, yes. My personal memories, it's so old that, you know, well, to be honest, you put a lot of this stuff in the back of your head. And you want to forget it, really. And I know we shouldn't, but you think of the things you've gone through and you have to forget some of it. There's times you still get a flashback. And it doesn't come very nice. You know what has happened, and you're here to show respect and remember them. And we are surrounded with the graves of the soldiers who died here. De buitenruimte bij het multifunctionele centrum aan de Molenhoekplein in Valburg moet nog steeds worden aangepakt. Het centrum werd in 2021 al opgeleverd, maar er was geen budget meer voor de omgeving. OVB2 heeft nu besloten om drie plannen uit te werken voor het Molenhoekplein. Er is alleen niet voldoende geld. De gemeente laat weten nog maar 330.000 euro beschikbaar te hebben en dat is sowieso te weinig om de buitenruimte aan te pakken. Na het uitwerken van de drie ontwerpen is het aan de gemeenteraad om te beslissen hoeveel extra budget er wordt uitgegeven. De inrichting van de Molenstraat wordt hierbij meegenomen. Op vrijdag 16 september om 9 uur in de ochtend organiseerde Parachute Group Holland parachutesprongen ter herdenking aan operatie Market Garden. Dit gebeurde boven Klein Amerika in Groesbeek. De 44 parachutisten droegen het originele uniform en gebruikte een authentieke ronde militaire parachute en werden met een C-47 Dakota vliegtuig gedropt. Het komende weekend staat verder nog vol met herdenkingen. Zo wordt in Driel de jaarlijkse Polenherdenking gehouden voor de inzet van de Poolse parachutistenbrigade. Van die parachutisten zijn er momenteel nog 4 in leven en woonachtig in Canada. Vanwege de grote afstand en de leeftijd zullen zij niet meer aanwezig zijn bij de herdenking. Na de herdenking zal er een grote picknick naast de begraafplaats gehouden worden. De herdenking begint om 3 uur en is live te volgen op het tv-kanaal van RN7. De kermis in Wijchen gaat weer van start. Vrijdagavond om 7 uur zal de kermis officieel worden geopend door de burgemeester. De kermis is er tot dinsdag 20 september en is vanaf zaterdag elke dag van 1 tot middernacht geopend. Op zaterdag zal de kermis van 1 tot half 3 wat rustiger zijn. Er is dan geen harde muziek, er zijn geen lichteffecten en de attracties doen het iets rustiger aan. Speciaal voor de mensen die de kermis wel leuk vinden, maar niet van die dingen houden die daarbij komen kijken. NEC heeft deze week haar eerste spelers voor e-voetbal vastgelegd. 8 spelers die rolstoelafhankelijk zijn, kunnen nu in een speciale elektrische rolstoel aan voetbal doen. Door de start van e-voetbalteam gaat er een droom in vervulling van de 10-jarige Thijs. Ik heb een contract getekend bij NEC, zodat ik nu kan voetballen bij NEC. Maar het is niet zomaar voetbal, hè? Heel bijzonder voetbal. Het is elektrisch rolstoelvoetbal.
Ja, uiteindelijk, elektrisch rolstoel wil eigenlijk zeggen voetballen in een rolstoel, in een elektrische rolstoel. Dat komt uiteindelijk vanuit Thijs die een droom had om te voetballen, maar rolstoelgebonden is en eigenlijk niet kon voetballen. En zodoende is dat uiteindelijk bij ons terechtgekomen en hebben wij dat omarmd en opgepakt. En dat wil eigenlijk zeggen dat we in de zaal 4-4 gaan voetballen in een elektrische rolstoel met een bumper daarvoor om tegen de bal te dribbelen of tegen de bal te schieten, zeg maar. Ja, een droom die uitkomt. Omdat ik heel graag wil voetballen. En dat kan dan nu in een voetbalrolstoel, soort van. Ja, want je zit in een rolstoel. Ja, ik kan wel voetballen, alleen niet zo lang als de normale kinderen. Want dan word ik snel moe en krijg ik een beetje spierpijn. Ik heb een spierziekte. En wij hebben een samenwerking met Stichting Koprol. En dat zijn gespecialiseerde trainers die ook met de doelgroep overweg kunnen. En zij gaan elke zaterdag 1,5 uur in de zaal trainen. En die training bestaat echt uit rolstoelvaardigheden. Dus onder de knie krijgen van de rolstoel. Pasen trappen, schieten, dribbelen met de bal. En uiteindelijk ook partij spelen. Hoe speel je nou met elkaar? Hoe speel je nou tegen een tegenstander? Met de regels van niet botsen met elkaar en scheidsrechter, et cetera. E-voetbal speel je niet in een normale rolstoel. NEC heeft hiervoor speciale elektrische rolstoelen aangeschaft. Ja, we hebben samen met een bedrijf hebben deze rolstoel helemaal op maat laten maken. Ook volgens de regels, maar ook volgens de Nederlandse normen en waarden. En we hebben er 4 vanuit NEC aangeschaft en 4 vanuit de KNVB aangeschaft. Dus totaal op 8 rolstoelen. Zo'n elektrische rolstoel is niet goedkoop. Daarom hebben meerdere instanties een bijdrage geleverd. We hebben het hele Rijk van Nijmegen, de gemeentes, gevraagd met dit initiatief om mee te denken. En eigenlijk alle gemeentes in het Rijk van Nijmegen hebben een bijdrage geleverd. En waarvan de gemeente Nijmegen een grote bijdrage heeft gerealiseerd om ook aanschaf van rolstoelen en de ballen te kunnen financieren. Omdat NEC de eerste club in Nederland is die hiermee gestart is, zal het team eerst gaan trainen. Toch hoopt Thijs dat meer clubs hiermee gaan starten. Ja, wij uiteindelijk tegen heel veel clubs kunnen spelen. Vooral tegen Vitesse. En dat we Vitesse kunnen inmaken. Ja, bijna! Ja! Ja! Het is vrijdag en dat betekent dat we de straat op gaan met een wekelijkse stelling. In het kader van de herdenkingen dit weekend is de stelling van deze week: jongeren weten te weinig over de oorlog. Verslaggever Joyce gaat de straat op en vraagt zich af, wat zegt het volk? Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog start operatie Market Garden met als doel om een opmars tegen Nazi-Duitsland mogelijk te maken. Deze inzet van luchtlandingsgroepen en grondtroepen heeft het zuiden van Nederland en ook Nijmegen bevrijd. Maar weten Nijmegenaren nog wel dat deze dappere strijders ook hun leven riskeerden op de Waal? Ik ga het voor je uitzoeken. Operatie Market Garden. Vertel. Daar ben ik veel stoned voor. Het is met militairen, toch? Ja, klopt helemaal. Was hier bij de Waalbrug. Toen kwamen ze met parachute en zo. Ja. Maar ik klim hier. Ja, je doet het aardig goed, dat klopt. Ik van school kom. Ja, maar je kan het zo goed. Ik had een vraag. Weet u wat Market Garden is? Toevallig. Begint er iets te dagen? Wat weet u van Market Garden? Helemaal niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Oké. Wat weet u van Market Garden? Weet u daar iets van? De oorlog. Ja. 75 jaar geleden. Oh, operatie Market Garden, ja. Ja. Oh, dat had ik ervoor moeten zeggen. Operatie Market Garden. Ja, nee. Dan weet je het wel. Operatie Market Garden. Weet je daar iets van? Nee? Oké. Dat is ook een hele enge vraag. Hallo mevrouw. Weet u wat Market Garden is? Denk je? Ik denk het niet. Oké. Was dat niet van de... Nee, dat was van de Britten. Nee. Ik weet nu echt niet meer precies van de details, maar het was een operatie van de Britten in Duitsland, denk ik, of niet? Nee. Ik weet dat het een operatie was in de Tweede Wereldoorlog en toen dropten ze luchttroepen hier en het doel was om de bruggen over de Rijn en de Waal te bezetten. U kunt mij vast wel wat vertellen over Market Garden. Weet u daar iets van tevallen? Waarom wat? Market Garden. Operatie Market Garden. Weet je daar iets van? Nee? Even kijken hoor. In Arnhem is het met de bevrijding te maken. Verder kom ik niet even. Weet jullie iets te vertellen over Market Garden? Dank je, Hans. Oké, alsjeblieft. Weet jij misschien wat van Operatie Market Garden? Nee, geloof het niet. Nee? Ik heb er eerlijk gezegd echt nog nooit over gehoord. Nee, niet heel veel of zo. Nee, niet echt. In 44, september 44 is hier een van de allergrootste luchtlandingoperaties die ooit plaatsgevonden hebben. Heeft zich rondom Nijmegen en Groesbeek afgespeeld.
Daar hebben Amerikaanse soldaten zijn erin geslaagd om de Duitsers tot aan de brug terug te dringen. De spoorbrug veroverd, maar de Waalbrug, dat ging niet. Uiteindelijk kwam het erop neer dat rondom Elst zich een nieuwe frontlijn voltrok. En dat is het einde van Market Garden. Hoe belangrijk vind je het dat deze herdenking plaatsvindt? Ik denk dat het vooral lokaal heel belangrijk is. Maar dat, ja, natuurlijk, het is fysiek dezelfde locatie. Dus, Nou, het is toch een hele gebeuren geweest en zo'n oorlog is ook niet niks. Ik weet niet, ik heb er niet echt een mening over, denk ik. Als ze het niet zouden doen, zou het mij niet belasten in ieder geval. Ja, ik weet er niet heel van af, maar ik neem aan dat het belangrijk is dat het een Tweede Wereldoorlog was. Ja, mee eens. Ja, het mag wel herdacht worden, vind ik. Het is wel belangrijk. Ben je het daar mee eens? Ik bemoei me nergens mee. Oké. En hoe lang moeten wij dit dan nog blijven herdenken, denken jullie? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Dat is een goede vraag. Ik zou niet weten. Altijd blijven doen. Ja? Ja. Wat maakt dat u dat zo belangrijk vindt om dat altijd te blijven doen? Dat je realiseert wat je nu wel hebt. Ik denk dat het voorlopig wel zo blijft hoor. Ja, dat is wel moeilijk, want de mensen die dat hebben meegemaakt, ja, die zijn er over een paar jaar waarschijnlijk niet meer. Dan zou je kunnen zeggen van misschien heeft het geen zin meer. Maar ik denk dat juist als zij er niet meer zijn, dat anderen het ook nog moeten weten. Dus ik denk, ja, tot in de eeuwigheid misschien wel. Dus voor u mogen die herdenkingen blijven bestaan? Ja, mag wel, ja. Ja. Dus, de conclusie van jongeren weten te weinig over de Tweede Wereldoorlog is... Nou, ja. Ja, oké. Het is oké. Ja, dan krijg je nog het weer. De ochtend begon vandaag met dreigende wolken, zoals je hier boven de Betuwe-route ziet. Toch was het weer vandaag niet geheel onaardig. Er vielen van tijd tot tijd wat buien, maar er was ook nog wel ruimte voor de zon. Vandaag nog wel, in ieder geval. Morgen zal het weerbeeld een stuk buiiger zijn. Het is onstuimig en wisselvallig, met af en toe de zon, maar ook de nodige regen. Ja, ook in onze regio zal de nodige water naar beneden komen. Bij matige wind wordt het slechts 15 graden. De komende dagen houdt de wisselvalligheid nog even aan. Temperaturen blijven steken rond zo'n 16 graden. Maar de hoeveelheid buien zullen langzaamaan afnemen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Morgenmiddag zijn we dus live bij de Polenherdenking in Driel. Dat is te zien vanaf 3 uur op onze zender. Morgenavond zie je vervolgens een overzicht van het belangrijkste nieuws van de afgelopen week in het RN7 Regio Nieuws Weekoverzicht. Een fijn weekend.